die arme Welen. Oh. Ja, 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 ja. Arme Welen. Want kijk, dat is nou het gevolg. Eigenlijk, waar we nu naar zitten te kijken, in de kranten ook. Het vervolg is dit van het hele MeToo gebeuren. Zeg maar, het verlengde daarvan. Dat MeToo gebeuren is natuurlijk volkomen doorgeslagen. En daar hebben Welen nu bijvoorbeeld enorm veel last van. Want nu beginnen ze ineens iedereen op de brandstapel te gooien ook. Die vreemd gaat. Ja, ja zeg. En de halve wereld gaat vreemd. Ja, nou, dat is nieuws zeg. En dan wordt die arme Welen, die wordt ineens aan de hoogste boom gehangen. En trouwens, het interesseert mij niet. Het gaat ons helemaal niet aan. Of Welen vreemd gaat, ja of nee, dat moet die Welen bijgenaamd de Willem. Dat moet hij zelf weten. Ja, dat moet hij toch alleen lekker zeggen. Ja, hij heeft alleen verantwoording af te leggen aan zijn Bibi. Ja, en nou wordt die Welen, bijgenaamd de Willem, die wordt dus dan gedwongen in de krant om door het stof te gaan. Want dat is nou wat er aan de hand is. Ja, nou dat vind ik, noem ik dan arme Welen, want hij hoeft voor mij niet door het stof. Dat heb ik net al gezegd. Maar ja, en dan gaat hij ook nog in het door het stof gaan, gaat hij rare dingen zeggen. Dingen die niet helemaal kloppen, want hij zegt ja, ik denk dat Bibi mij dit niet snel gaat vergeven. Nou, Welen, ik heb heel goed nieuws voor jou. Ja, ze gaat het je nooit vergeven. Nee, nee. Want alle mannen, en daar hoor ik ook bij, maar en heel veel volgers, die weten dat als ze vreemd zijn gegaan, dat een vrouw dat nooit vergeet en nooit vergeeft. Want jij, Welen, als jij over 10 jaar een kopje nog scheef zet, begint ze weer over dat vreemdgaan van nu. Ja, nee jongen, dat gaat ze je echt nooit vergeven. Maar de tweede rare opmerking was, ja, ik moet de demonen uit mijn hoofd zien kwijt te raken. Demonen? Wat nou demonen? Demonen, dat zijn, weet ik veel, boze gedachtes of zo, duivelse stemmen in je hoofd. Daar had hij dan last van. Bij het vreemdgaan, nee Welen, bijgenaamd Willem, daar had jij geen last van. Nee, je liep gewoon je pik achterna, mafketel, met je demonen. Kijk, en dat krijg je er nou van, dat als je dus gedwongen wordt, dan in één keer op te staan en je excuus te maken voor het feit dat je vreemd bent gegaan. Hey, beste Welen, voor mij hoeft het niet, nooit meer je excuus maken. Ga lekker vreemd als je dat wil. Als Bibi er ook mee akkoord is, niks aan de hand. En voorlopig ben ik aan jouw kant en zeg ik arme, arme Welen.